Ik ga beginnen met mijn toelichting. Ik heb hier een kaartje meegenomen zelf van de Delftlandse kust in 2008, eind 2008. Voordat de zandmotor begon was hier nog een ander groot project waaraan werd gewerkt. Dat was de Zwakke Schakel Delftland. Dus van een nieuwe waterweg in het zuiden tot aan de pier van Scheveningen in het noorden. 15 kilometer lang is de Delftlandse kust. En dat was een zwakke schakel, zeker bij Ter Heide en bij Kijkduin, waar Duin heel smal was. En er komen elk jaar zo'n 25 stormen voorbij met een hoge waterstand. Dus een hele stukken duin waren al afgekalfd. En er is dus langs de hele Delftlandse kust is eerst een nieuw duinenmoffel langs gebouwd. Dat kan je ook zien. Vooral aan het nieuwe helmgras kan je dat zien wat geplant is. Dus dat is gemiddeld 40 meter breed duin is er wel langs gekomen. En er is 100 meter nieuw strand bijgekomen. En hiervoor had je altijd de Delftlandse hoofden, de strekdammen aan de Delftlandse kust. Nou, die liggen dus allemaal onder het zand. Alles bij elkaar, zeg maar het nieuwe duin en het nieuwe strand is 20 miljoen kuub aan zand. En toen dat in 2011 maart afgerond was, toen is het begonnen met het bouwen van de zandmotor, wat ook 20 miljoen kuub zand is. En ja, je mag de volgende. Ik heb er maar twee, hè? Ja. De zandmotor, we staan nu op het hoogste punt dus, 7 meter boven NAP. We hebben hier achter ons hebben we het duinmeertje. Hier op de foto. Een duinmeertje, dat is wat brakke water. En toen we hier zo monitoring deden vanaf dit winter, toen was het zelfs bevroren in januari, februari. En toen werd er zelfs op geschaatst. En dat was wel heel leuk. En de zandmotor steekt dus een kilometer in zee. 20 miljoen kuub aan zand. En we staan op het topje van de ijsberg. Dus het zand gaat tot aan de min 12 lijn. Dus er ligt heel veel zand, ligt ook onder water. Verwacht was dat de ontwikkeling van de zandmotor zoals je die hier ziet, dat pas na 5 jaar, dat je pas na 5 jaar dit plaatje zou krijgen met de landtong die richting Kijkduin gaat. Je ziet het lentekartel daar van Kijkduin. Maar door de zware stormen die we hier vanaf november hebben gehad, is het zand vanaf de westkant van de zandmotor al veel sneller richting de kust gegaan dan was voorspeld. Dus stormen hebben een behoorlijke impact op de ontwikkelingen van de kust en van de zandmotor. Tja, waarschijnlijk wel gehoord is dat over de zwemveiligheid, er is veel over te zeggen geweest en nog steeds. Hoe komt dat nou? Er is toen het zand van de zandmotor richting de kust ging, heeft er zich een gul ontwikkeld. Getijdengul en de lagune. Hier zo te zien, hè, met de donkere plekken eromheen, dat is de lagune. Die vult zich met eb en vloed. En met vloed dan vult hij zich met eb, dan stroomt het weer naar buiten toe. En op die manier vormt er zich een gul, waar de waterstromingen vrij hard gaan. Daar was men benauwd over, vooral de reddingsbrigades en de bevolking hier zo, hier achter het duin. En de druk werd iets te groot bij de provincie, dus toen hebben ze maatregelen genomen
zonder enige expertise in te schakelen. En toen hebben ze zomaar die gril hebben ze dichtgegooid met een paar blokken erin. Dus ja, als ze even hadden gebeld, dan hadden ze ook kunnen zeggen, er vormt zich gewoon weer een nieuwe gril. En die is nog gevaarlijker dan de eerste, omdat die meer richting zee gaat. Dus dat was niet heel slim, maar de zandmotor blijft gewoon bezig. En waarschijnlijk gaat die gul op een gegeven moment gaat die vanzelf ook wel weer dicht. Dus, maar ze hebben tijdelijk dus een wat onveilige situatie dan weer gecreëerd dan er was. Nog iets over het natuur. Misschien, ik denk dat Leo al een hoop verteld heeft. Maar je ziet af en toe wat plukjes groen op de zandmouten. Dat is het zeeraket. Het zeeraket dat is het beginnen van de pioniersduintjes. Zeeraket dat is het eerste, daar komt het zand tegenaan. En vervolgens gaat daar zich helemaal gras bij groeien en wordt het duin al hoger en hoger en hoger. In theorie natuurlijk. En je ziet een paar plukjes helmgras. Nou, dat is niet zomaar gaan groeien. Dat hebben gewoon random personen hebben dat gewoon geplant uit zichzelf. Die willen graag hier wat helemaal bij bestaan. Dus, ik zat goed bijgehouden hoe dat gedaan is. Nee, dat is waarschijnlijk 's nachts gebeurd. In de lagune is in het begin ook de zee ontgespot, zeker toen de zandmotor nog afgesloten was, toen nog geen bezoekers mochten komen, of mensen op mochten komen lopen. En tegenwoordig zien we die niet meer, maar stel dat je dit gebied dus afgesloten houdt, voor wandelaars en honden vooral, dan binnen no time vind je hier de zeehond, de bruinvis, allerlei soorten vogels, de lepelaar is al gespot. Nu is het natuurlijk wat onrustiger voor die beesten, dus zie je ze niet meer zo snel. Zijn er nog vragen uit het publiek? Ja, wat is eigenlijk het plan met die vogel? Want ik denk eigenlijk zelf dat als je dit in stukken afsluit, dat je dan wel kan schudden met vogels en zeehonden een beetje kwaliteit. Ja, die meeuwen zitten op gewoon strand ook wel, doen ze hier ook. Ja, geef ik het woord aan Leo. Dat is echt een Leo vraag. Ja, het is natuurlijk niet de juiste plek hier tegen Kijkduin aan om dan een stuk strand af te sluiten. Ik denk dat een illusie is. Dat je gewoon, het is veel belangrijker hier dat je dat de zandmotor een succes wordt. Dat het gedragen wordt door het publiek, dat iedereen het geweldig vindt. En dan hebben we hier misschien wel wat meer meeuwen en wat minder andere soorten. En misschien wel allemaal leuke plantjes en enzovoorts. Maar niet die zeldzame broedvogels zoals strandplevier en bontbuikplevier. En dan, als deze zandmotor een succes wordt en iedereen vindt het geweldig, dan lopen we zomaar risico op meer zandmotoren in Nederland. En misschien ook wel op plekken die wel rustig zijn. En dan zou je zonder al te veel inrichtingsmaatregelen misschien toch een heel leuke plek krijgen voor allerlei zeldzame broedvogelsoorten. En zeehonden natuurlijk. Ook nog technische vragen. Het komt weer als een aanvulling, hè? Want we hebben via de regiegroep en de beheerdersgroep gezegd, doordat die gul daar blijft bij die strandtenten en daar geen overbrugging maakt, zou je langzamerhand richting die kilt zou je uiteindelijk een soort stukje sonering gaan krijgen voor je sterren en voor die zeehond. Dat was de afspraak. Alleen de afspraak is dat vanuit de politiek en vanuit de provincie, want het is ook dit zou een zwakke oplossing, of althans een natuurlijke oplossing zijn in het kader van de kustversterking. We zouden niet meer ingrijpen en we zouden soneren. En de bedoeling was uiteindelijk ook als die zeehond daar zou zitten en ook die grote sterns, dan zouden we gewoon afhankelijk van de broedgevallen en de waarnemingen, zouden de boel afsluiten. Zo hebben we afgesproken binnen alle partijen. Maar? Ja, ik zeg net. Dat weet ik. Als dan vanuit de zwemveiligheid gezegd wordt van nou, we maken daar een sleuven doorheen en we gaan een steen doorgooien, dat mensen beter vanaf het strand op het uiteindelijke puntje kunnen komen van die zandmotor, soneer je al niet meer. En dan zie je gewoon dat de zwemveiligheid een hogere prioriteit heeft dan een stukje natuur, een element natuur. Maar wat voor mijn gevoel is die zandmotor ook te ver naar het noorden aangelegd, omdat je namelijk
meteen met het eroderen en het aanzanden krijg je een zandplaat en bijbehorende gul tot aan Den Haag aan toe. En als je wat meer op bij het rustgestrand had gehad, dan was er misschien wat meer kans geweest. Ik even terug. De afspraak was meer ruimte voor natuur en recreatie. Ja. Wat je nu merkt, zwemveiligheid en recreatie zijn van belang. Ja. En natuur speelt heel veel. Sorry dat ik het zeggen moet, maar het is wel zo. Ondergeschikte rol. Ja. Met het vind ik het wel, dat is wel kenmerkend voor deze plek, ja. En dan zie je toch uiteindelijk het doel wat je voor ogen had, dus een innovatieve manier van zand suppleren. Dus praten over de beheerdersgroep, dan zie je dat natuur op zich nou niet zo snel meer aan de orde komt. Alleen maar zwemveiligheid en recreatie. Ja, slachtoffers zijn ook belangrijker mensen dan de natuur. Ja, nee, maar dat is hetzelfde ook. Nee, maar kijk nou eens. Dat je niet moet zwemmen. Nee, maar kijk, er zijn ook twee dingen. Kijk eens naar de lopen hier, kijk eens naar de aantal autosporen. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Ga eens kijken naar de gemeente Den Haag over embryonale duinen langs de zeereep. Met die strandtenten komen er iedere avond zo'n trekker die uiteindelijk de embryonale duinen weer wegmaait. En uiteindelijk krijg je daar nooit een duidelijk goed zandtransport tegen de zeereep aan. En dan zie je gewoon dat alle afspraken die we gemaakt hebben vanuit natuur, dat die langzamerhand gewoon ondergestoven raken. En dat alleen maar meer een project wordt vanuit recreatie. Maar goed, zandtrollen. Kijk, je kunt alles heel negatief benaderen, maar je kunt ook gewoon je inzetten om er zoveel mogelijk positiefs uit te slepen. En dat kan, maar die krijgt zelfs een duidelijke natuur die hierbij hoort. Volgens mij zijn er grote regels. We gaan weer terug naar de trein. Prima, volg Leo maar. We lopen op een andere manier terug. Met dit, niet meer dan dit, heel klein, en dan kan het gaan groeien. En dit is een eenjarige, dus die moet volgend jaar weer vanuit zaad opkomen. Ja. Ja. Nou, zaad heeft hij zat, ik heb er ook al gezien, ja, daar zie je ook overal al plantjes met flinke zaadlobben en ja. Ze hebben hem bijna dood geweest, ja. Natuurlijk wel. Als hij al zaad gezet had, dan is het... Het autospoor van de euro. Dynamische natuur. Waarom denk je dat er meer zandmotoren zouden komen? Of zouden moeten komen? Nou, het zouden moeten komen. Het heeft enorm veel voordelen. Want als je de kust over de volledige lengte, een strandsuppletie uitvoert, dan heb je dus de meest biodiverse deel van de kust, wordt bedolven onder meters zand. Dat betekent dat al die mossels en watpieren en weet ik veel wat er allemaal zit aan bodemleven, dat raakt bedolven onder zoveel zand, daar wordt nooit niks meer. Ja, dat is niet waar. Komt op een gegeven moment weer opnieuw terug. He, wordt opnieuw, maar het heeft 6 jaar nodig om weer de oude biodiversiteit te krijgen. Als je nou hier op één plek heel veel zand neerlegt, dan verdwijnt het hier allemaal. Maar het verspoelen van zand gebeurt in een natuurlijk ritme. En die paar centimeters per dag kunnen al die beestjes gemakkelijk bijhouden. Ja. Maar de kust lag eerst, voor die uitbreiding, lag onder dat duin, hè? Ja, ja, ja. Dus die watpieren die daar zaten of zo, die gaan die het niet meer doen. Die zijn weg. Maar nu, die spiering zit er nu, hè? Ja. Dat is 1 jaar na dato. Ja, ja. Dan zit hij ook over 15 jaar nog. Ja, dat weet je niet. Dat is toch een wonderlijk... Ja, maar ik heb geen enkel idee van wat nou de trigger is voor die spiering om hier naartoe te komen. Nee, het kan zomaar zijn dat die volgend jaar weg is. Ja. Maar wat ik wel begrepen heb, is dat juist doordat je, dat het bodemleven een enorm tempo zich hier opbouwt. Ja, dat natuurlijk. Maar allemaal jong spul. Maar als je nou veel kust met rust laat en lokaal een grote verstoring aanbrengt, waarna het vervolgens weer heel geleidelijk aan verspreid wordt, dan blijft dat jonge spul, kan groot worden en kan zelf weer jongen krijgen en kan als voedsel dienen enzovoorts. Dus je krijgt een rondom de zandmotor veel meer biodiversiteit aan de kust. Ik denk dat we sowieso te weinig dynamiek hebben. Ik bedoel, dat is nou juist de bedoeling. Ja. Volgens mij ook voor al die soorten. Meer dynamiek is altijd beter. En niet overal natuurlijk, maar wel meer dan nu.
En wat dan denk je aan dat soort gulvorming en plaatvorming en zo? Ja, het geeft slim, het geeft jong leven en er komen vis op af. Ja. Niet zo moeilijk hoor. Nou ja, ik denk dat het met die hersteltijden misschien meevalt. En dat, we even goed moeten afwachten, zeg maar. Of ze nu overal zandmotoren gaan aanleggen, dan moeten we even goed die vergelijking kunnen maken. Of het inderdaad een voordeel heeft. Dat zal sowieso niet gebeuren. Overal zandmotoren. Het is een experiment. Dat, helm van Zandhout. Ja. Dat is zeker leuk. Je kan het hier heel erg mooi zien met die kustverdediging die 2 jaar geleden is ingeplant met helm. Die helm op het aangebrachte zand doet het eigenlijk helemaal niet zo geweldig. Behalve hier aan de voet van het strand, daar is diezelfde. Daar is diezelfde, wauw. De helm is overstoven geraakt met zand wat vanaf het strand. En dan kan je praten en dan word je versterkt. En ik word nu niet versterkt. Ook wel hoor. Dan zie je dat vanaf het strand allemaal zand in die onderste, nou ja, het is maar 1 meter of zo, 2 meter, erin waait. En dat vindt die helm heerlijk. Dan begint hij te tierlieren en je ziet nu allemaal mooie, van die mooie donkergroene pollen. Dat is helm op zijn best. En dat komt dus uit het zand wat erin waait? Ja. Ja, hij houdt van inwaai. Hij heeft die inwaai van zand nodig. Ja, ja. En daarom doet elke andere hier plant wel. Die baalt ervan als een stekker. Die wordt gezandstraald, die gaat dood, die raakt overstoven. De meeste plantjes van het grijze duin. Ja, daar moet niet veel meer dan 1 centimeter op jaarbasis overheen komen, want dan trekken ze het gewoon niet. Helm die kan dus meer dan 1 meter overstuiving gewoon bijgroeien. Dat die enorm snel wortelstokken kan vormen, zowel in de verticale als horizontaal. Betekent dat het daarboven dan niet stuift? Ja, zeker. Ja. Maar het komt niet genoeg. Komt het omdat die forsen dat allemaal tegenhouden? Want ik neem aan dat De pollen zelf houden het tegen. Als je dus echt een grotere dynamiek vanaf de zandmotor het duin in wil, dan zou je hier dus een soort caravan moeten hebben. Ja. En we zien ook dat bij strandslagen heel veel zand eigenlijk via de verharding en het zand van de strandslag, dat loopt wel omhoog. Maar in dit soort plekken houdt de helm zelf al te veel tegen. Ja, ja. Ja. Maar wat je ook ziet is dat, kijk in het begin, je hebt een luut, hij is vrij, die knik is te stijl gemaakt. Waardoor in die knik is een luwte, daar valt zand neer. En vervolgens is die helling zodanig stijl dat je eigenlijk meer uitstuiving krijgt dan instuiving. Dus het zandkorreltje wat daar komt, wordt eerder doorgeblazen naar achter. Komt op je fietspad terecht. En, of erachter. maar je ziet ook dat je meer schelpen ziet bovenaan. Hij is wit bovenaan. Ja, ja, ja. En hij is geel naar onder. Dat witte, dat is die schelpenfractie die je hier ook ertussen ziet. Die waait niet zo hard. En dat gele is het zand. Dus je ziet gewoon een hele gradiënt in kleur en dus een gradiënt in wat er gebeurt. Instuiving versus uitwaaiing. Nou, dat is ook de reden waarom je hier dus op heel veel plekken vlak schelpendek ziet. Dat alles wat verstuifbaar was, is al weggestoven. Ja, ja, de schelpen blijven over. En de schelpen blijven over en die zorgen voor een afdichtende pleisterlaag. Ja, ja. En betreding, of het nou met auto of met onze voeten is, zorgt ervoor dat ook daar weer vers zand aan de oppervlakte komt wat kan verwaaien en verstuiven. En ook erosie aan de kust. Vandaar dat je de betere duinen aan de zeereep hebt, niet verder buiten. Want daar komt zand in beweging. Hè? Die golven beuken tegen met steilrandje. Steilrandje heeft de wind weer vat op, kan het zand doorleveren en dan, ja, ergens is een aangrijpingspunt, begint te groeien, kiemt een plantje, nog meer zand inwaai en zo krijg je een duintje. Dus het is We zouden hier nog uren over kunnen praten. Het is ook verschrikkelijk mooi weer aan het worden. Maar helaas, we moeten terug. Ja. Ja, want omdat ik dat zal wel in de procedure, als je dus zeg maar meerekent met projecten en zienswijzen. Je zit op een eiland waar je niet komt komen, het is zo'n stroom.